Kan je mij influisteren, alleen tegen mij natuurlijk, op wie jij gestemd hebt? Nee, dat kan ik niet zeggen. Three of the five members of... Unintended Quintet. Sorry! She likes to pronounce it. Sorry. Unintended Quintet. It's a French name, right? Actually, it is no name. The way you pronounce it is French, but it does not mean anything. After how many glasses of wine did that name come together? I'm not sure, but we were at a bar at the time. I came from Russia, from Kazan. I'm a pianist, and I'm one of participants of the Hrachten Festival Conservatorium Concours. We met a while ago in Slovenia, and we both started to study in different countries. We wanted to form a duo back then already, but we were reunited here in Amsterdam. I'm from Germany. I'm actually half American, so my dad's American, my mom's German. I come from a musician family. And now you're standing here. Yes, exactly. Scary. Ik wist eigenlijk tot mijn 19e niet dat ik kon zingen. Ik stond je onder de douche en toen dacht je, hey, dit klinkt toch wel goed. Nou, ik wilde naar de toneelschool in Amsterdam. En dat was dus ook een zangauditie. Nou, toen dacht ik, moet wel een paar zanglessen nemen. En ja, dat vond ik zo leuk. Thuis zaten mijn ouders al in de fanfare. En mijn opa en oma ook, en mijn hele familie. Dus een blaasinstrument wist ik wel dat ik dat zou gaan spelen. Ik ben begonnen met piano, maar uiteindelijk uitgekomen bij de tuba. Toen was ik 11 jaar in verschillende orkesten later... Sta ik hier nou met solo tuba. Een goedemiddag en hartelijk welkom op de finale van het Grachtenfestival Conservatorium Concours. Zes finalisten gaan strijden om de vakjuryprijs en de publieksprijs. Wie is tot nu toe uw favoriet? De eerste twee dames. Wat maakte hen zo speciaal? De relatie die ze onderling hadden was heel mooi om te zien. Dat hoorde je terug in de muziek. This is a special concours because you have to play and you have also to present. That is quite new for me. The composer, Sofia Gubaidulina, grew up in my home city, in Kazan, in Russia. She studied in my conservatory. She played the same pianos. She walked the same stairs. Wat vond ik nou zo heel erg leuk? Die Altijden kwintet vond ik heel erg leuk. Heel speels. Ook naar het publiek toe. Open. Dat is prettig. I like a lot the cello. I liked the two pieces and with different techniques that she used in the second piece. U heeft een heel jury score rapport hier gemaakt. Ja. Goed. Qua presentatie, origineel of redelijk tot goed. Daar zit perspectief in. Hoe kijken mijn kinderen er tegenaan? Hoe kijken mijn kleinkinderen er tegenaan? Op die manier probeer ik gewoon te kijken naar de toekomst. Wat zijn jonge lui, dus de toekomst in kunnen gaan. Die tuba, daar verwacht ik wel wat van. Daar zit iedereen op die wacht op de tuba. Ik vind het wel spannend hoor. Ja. Dat is echt waar. Jeetje. Want heersen er een beetje vooroordelen over de tuba? Dat je niet het weekend op de carnaval had moeten zitten eigenlijk. Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld ja, bij de plaatselijke Oompa-band. De tuba is wel een beetje ondergewaardeerd een solo-instrument. Hè. Dan ga je helemaal veranderingen brengen natuurlijk. Nou ja, dat hoop ik. Ik vind het hartstikke leuk en ik ga mijn best doen. Nou, ik doe gewoon mee. En ik vind het leuk om te doen. Maar je wilt toch ook wel winnen? Ja, tuurlijk. Als je meedoet, dan kijken ze nu... Dat doe je niet voor de goodiebag uiteindelijk. Tuurlijk, je gaat nu wel voor de winst natuurlijk. Maar dan nog, het is gewoon ontzettend leuk om mee te doen. De winnaar van de publieksjuryprijs is Duo Ikt. Woehoe. Duo Ikt. Thank you so much. Thanks. Yeah. How do you feel? Great. Really happy. Yeah. Yeah, grateful, honored. Yeah. Ja, dat was de publieksprijs. Ja, en dan die andere prijs. David Faber, juryvoorzitter. De jury was unaniem. Maar het was wel echt heel moeilijk, want je merkt dat ze zoveel... passie en liefde erin steken en je weet dat voor degene die jij een prijs geeft, gaat er echt iets veranderen. De vakjuryprijs gaat naar Matthijs. Matthijs Leffers. Ja, super, super gaaf. Ik had het niet verwacht natuurlijk, je hoopt erop. Maar je weet dat er zoveel goede muzikanten zijn en dat je dan dat ze voor jou kiezen, dat is echt fantastisch. Ik kan het nog niet helemaal geloven, maar ik ga er heel erg van genieten. En ik heb er echt zin in om ook in het Grachtenfestival te spelen. The people liked it.
Yeah, they really like it. That's so great to hear, because our whole idea is to maybe try to get people to like this strange combination of instruments. So the fact that they did is fantastic. Wat houdt de prijs precies in? Een lunchconcert in het kleine zaal in het concertgebouw, wat natuurlijk fantastisch is met tuba. Volgens mij is dat nog nooit gebeurd. Daarna optredens op het Grachtfestival en na de zomer ook een kleine tour door Nederland. Met de publieksprijzen, dat is natuurlijk fantastisch. Ja.